kijkers! Hey. We gaan naar België, de karreproeven. In de camper met Henk en Auken. Lekker naar België. Op die karreproeven. Heb je een beetje zin in, Pieter? Ja, zeker weten. Dit wordt een film van 3 uur. Kijkers, wij hebben hier ook een viswinkel. We hebben wel de spullen, de kleine spullen die we moeten hebben. Nou, we hebben een stukje. Die gaan met hem mee. Die zit er nog niet in. Oh nee, toch niet? En die gast stond er gewoon om. Die met zijn blote handen heeft een paar keer auw gezegd. Omdat dat slijt door je handen heen. Dat is niet. Ik ga nu wat vertellen over de Yaro zelf. Je kan dus je USB-stick aan. Snippaan. Albert Keuter. Run jongens. Zo, even handen. Ja, run. Wat gaan we doen? Ja! Jullie! Pak! Mooi spiegeltje. Ik heb echt vet geluk dat ik die gras heb gevangen. En ja, samen met Dawa eigenlijk. Die met zijn blote handen heeft hij gedrild. Heeft een paar keer auw gezegd. Omdat dat slijt door je handen heen. En die karper is natuurlijk sterker dan jou. Maar ja, dat draad. Dat is. Net zoals een mes. Dat is niet normaal, want dat Douwe dat zo liet gaan. En dan kan je echt door je pijngrens heen gaan. Dat het je allemaal niet uitmaakt. Alleen die karper. Nou, als hij dan beweegt en één keer op het water klapt. Nou, dan geeft hij een kracht. Echt spijt dat hij die zo gevangen heeft. Kijk, het is wel mijn stok, maar ik had het zelf niet zo kunnen doen. Eerst mijn draad, die graskarper is zo dom het draad heen gegaan. Dus eerst mijn hengel opgehaald, toen zag ik mijn onderlijn en mijn lood en mijn her en zo. En dan gaat hij gewoon, dat andere draad is doorheen gezwommen. Pakten we een andere draad, een andere kleur, die is niet voor mij, welke ik misgeslagen heb, want ik heb er eentje misgeslagen vannacht, om 12:30 ongeveer. Maar dan heb ik toch een gras, en die zat er waarschijnlijk al in de nacht eraan. Dus een Douwe zit nog op het water. Zie je? Die zit een plekje aan het zoeken.
Gijs en Douwe hebben er twee gevangen. Ik heb niks. Ook en Henk hebben niks. De waker heeft niks. Soet heeft er twee. Een klein karpertje en een meervalletje. En daarnaast Jan, Baas en Jan Hugo hebben er... volgens mij hebben ze er net nog heen. Drie. Volgens mij, ik hoop dat ik bijna alle foto's kan uploaden. En het liefst een video, maar ik kan ook niet overal bij zijn. En als ik er eentje had, nu destijds, dan had ik hem ook niet op video kunnen zetten. Met drillen. Want ik ga even naar de wc. Dus ik heb niet alles in eigen hand als ik er eentje heb. Maar we gaan nu alles waarschijnlijk op stek 5 de stokken doen. En mijn tent die staat er ook. En als we dan wat vangen, dan heb je misschien wel tijd. We hebben misschien wel de kans dat ik op stek 5 ga deze week. Het is niet heel erg best met deze stek waar ik nu zit. En daar zit een harde plaat van ongeveer 3 bij 5 meter. En er zwemt heel veel vis, maar de wind die gaat andersom straks aan het draaien. En dan zit de vis hier. En anders zitten ze daar. Met de wind. Dus we zullen zien. Tot zo. Misschien verzetten we dan alles. Maar we verzetten sowieso de stokken. Tot zo. Ik zit op een fietsie van Jan Lucas. Want waarschijnlijk heeft Gijs er een. En die moet ik helpen. Dus we gaan er snel heen. Die zit nu aan het drillen in de boot. Dus tot zo. Nou, ik dacht dat Gijs er eentje had, maar ik heb er een. Rechts. Maar Gijs zit aan het drillen. Dus die verdient het. Ik ga gezellig eventjes bij Jan en bij Sjoerd naast het huis. Dus deze is voor Gijs. Huppa. En het is een grote, zei hij. Dus we zullen zien. Hé hey Gijs, wat is hier nou eigenlijk los? Hey, Adrien aan. Ik was bij Jan en bij Sjoerd. Een spiegel, hè, zei je. Een spiegel. Is goed. Vis zien, Douwe. Het is een vis. Lekker om het te vieren dan. Maar het is meer een engel. Ja, een engel. Ja. Hij zat bij de waker. Ik zat bij de waker. Bij Sjoerd. Ik moest van mijn nest afkomen. Dan ligt hij in, jongens. Oh, waar. Nou Pieter, wat heb je daar? Nou ja, wel mis voor mij geslagen, want Gijs die moest rennen voor zijn leven. Ik was bij Jan en bij Sjoerd. Dat is voor mij de pech en voor mij de risico. Maar wel een mooie vis. Gijs heeft even een dutje gedaan. Wat een mooie spiegel. Nou, laat me weer lekker zwemmen Pieter. Nou, dat was wel eventjes
hectisch zo. Een grote vis. Maar eigenlijk moest ik hier blijven. Ik heb de fiets hier. Nu moet ik van Jan en Lucas moet ik hem wel weer terugbrengen. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen, want ik moet hier blijven. Nou ja, geboord is geboord. Dit laten we er gewoon aan. Ik weet niet hoe zacht dit is. Maar anders kunnen we hem gewoon weer terug het water in doen. Het is gewoon de rechter. En ongeveer een beetje midden van het beeld. Daar lag hij. Maar ja, deze heb ik uit handen gegeven aan Gijs. Maar we hebben er weer een. Gelukkig. En nu regent het opeens. In België. Het is vis weer hoor. Kijk. Hopelijk vangen we nu meer dan wat we nu vangen. De spiegel was ook wel mega, maar even wat meer grotere karper hoor. Kom op. Oh, het gaat nog harder regenen. Nuttig heen. Zo. Nog een onweer ook. Er rent een mega veel regen. Gijs is wel gegaan en hij is nog steeds binnen. Waar staat een meerval dan? Nou, je bent een oeizanger voorbij nou. Volgens mij is het nu 10 over 8 volgens mij. We hebben net gegeten, alles binnengehaald, vis gegeten. En bijna iedereen heeft binnengehaald, alleen Jan en Sjoerd niet. Daardoor kwam ook die run en daardoor ging Gijs ook die vis pakken. Die hebben jullie net gezien. Het heeft hem meteen weer teruggezet. Dus meteen het water in en nu ga ik alles weer erin doen. Dus alles verversen, alles weer spot on voor de nacht. Dus we gaan nu geen timelapse doen. Elke keer hetzelfde is ook niks aan voor jullie natuurlijk. Dus als jullie weer een vis of iets anders bijzonders zien, dan liggen dus de stokken natuurlijk dus spot on. Dus hopelijk zie ik jullie rond een uur of 10. Dus tot vanavond of in de nacht. Ik kan dat even blijven liggen hoor. Ja. Blijf even rustig in de kust, kun je dadelijk eerst even bijkomen. Ja. Ze willen de pakken, ze willen de pakken, zei je? Zie je? Ze sluiten hem in. Die gaan. Die zwaan, hoe noemen ze? Kijk. Ze sluiten hem in. Straks wordt hij nog verwoest. Wat hebben we nou dan, Sjoerd? Nou, een visie. Wat hadden we over de pro op, denk? Ja man. De zwaarste vis. De zwaarste vis. En wij hebben hem. Nou. In de winkel even wat kopen is ook belangrijk om je vitamines en je drinken en je eetwaren te blijven eten natuurlijk, want anders vallen we om. Tot
tot zo bij het weer. Oh, hier moet ik niet wezen. Er is geen bal aan. Mooi tasje. Een mooi tasje. Als je nou die handtas draagt met je handen, dan is het een handtas. Maar als het een rugzak is, is het een rugzak. Ha! Ah. Denk mee. Gijs, het gaat al af. We zitten nog niet eens in een paar minuten in. Net naar de winkel geweest en naar de Lego winkel. En nu lekker bij Gijs. Maar dat regen wel. Hij staat op een hoge piek hoor. Ha. Ja, dat is wel regen, ja. Ja. 5 minuutjes nog. Kijk jongens. We zitten met z'n tweeën aan het trekken. Even erop. En ik zit hier toch aan het vasthouden. En een beetje aan het meevieren. En dan weer terug. Kijk. Misschien zien jullie dit maar. Laat het zo los als ze meer lijn nodig hebben. En als ze niet meer lijn nodig hebben, dan doe ik hem vast. En als ze naar me toe gaan, dan draai ik hem op. Maar Douwe en Gijs hebben er een. Maar ik heb hem nu ingezonden, dus ik ga het nog een keer even uitleggen. Als ze meer lijn nodig hebben, dan doe ik zo. Dan doe ik hem even iets open en dan hou ik hem vast met mijn vinger hier. En als ze nu meer lijn nodig hebben, dan draai ik hem weer op. En zo kun je zo strak mogelijk met je lijn spelen. Dat je over het wier heen ligt. Kijk, nu moet ik weer meer lijn nodig. Want nu gaan ze weer van me af. Nou, als je voelt van nou, en je kijkt naar hun, dat ze niet weer verder ervaren. Dan kun je gewoon weer laten vieren. Maar als ze weer lijn nodig hebben, net zoals nu, dan laat je me vieren en dan hou ik hem zo vast. Straks even op de fiets afvassen. Hark meenemen voor Henk en voor Auke. En Gijs, wat gaan wij straks eten? Lekkere aardappeltjes met spinazie. En wat klein, heb je nou in je hand dan? Een klein hompje vlees. Gaan we even lekker gaan bakken met z'n drietjes. Dat eten we elke dag. Het is van een rund. Lekker man. Dat is wel lekker voor de barbecue. Ja, top. Nou, lekker even afgewassen. Treft mee. Er was net nog veel meer. Ik heb al wat meegenomen naar Auke en naar Henk. Maar dit is de andere helft. Dus tot zo. Jongens, even een beetje over deze plek. Dit was vorige keer voor deze visparadijs, was het de seksclub. Hier staat seksclub wordt visparadijs. Eerst was het de seksclub. Dan moest je hier erheen gaan en dan kijk, en hier zag ik Michiel Pila en hoe heet die andere twee? Johnny? Dat zijn ze vrienden. Ja. Maar voor de rest ken ik die andere niet. Maar deze twee heb ik, of deze drie heb ik gezien op een filmpje van Michiel Pila. En hier een hele historie van foto's. Dat is wel gaaf. En hier is een ander water. Er zitten 12 vissen van koois. Er zitten wel meer vissen, maar 12 koois, dat is wel heel veel. Nog een water. In totaal zijn er 12 water hier. Waarvan die Timmy's Lake is de grootste waar wij op zitten. Maar ik dacht, ik vang toch niks. Ik ga wat nuttigs doen. Want helemaal alleen maar zitten. En een beetje praten. Ik dacht, nou, ik ga nu eventjes een keertje afwassen. Eventjes wat nuttigs doen. Nou, hier is de andere helft. Goedemorgen.
Goedemorgen. Kijk, dit heb ik ook afgewassen. Moet wel eventjes wat nuttigs gedaan worden. Pieter. Wat had ik net verdiend, zei je? Een sticker. Een stickertje. Nee, maar heb jij wat zin in iets? Nou ja, zo. Misschien zo. Misschien ja, dat is geen zo. Koffie, hè? Nee. Nou, dat ben niet goed voor de kinderen. Vindertjes. En het is niet afgedrogen, alleen afgewassen. Nou, dat laten wij drogen in de winter. Juist, toppie. Helemaal goed. Een windje van jou zeker. Hm? Een windje van jou. Nou, een warm windje. Nou. Kijk jongens, Henk heeft een vis. Hij drilt hem mooi. Kromme stoppen, niet te stoppen. Hoppa! Tot zo mijn mooie vis. Nou, we gaan even hamburgertjes bakken. Dus, alles even rondbrengen. Dus ik ben de bezorger. Als je dit kon ruiken, dan moet YouTube nog uitvinden. Als je het kan ruiken, dan moet je kijken wat lekker. Hou ik het eventjes zo mooi in de zout eroverheen stoort. Doe het hierin en dan ga ik even delen. Meer af. Eerst gaan we naar stek 1 naar Lucas en daarna gaan we tegelijk naar Sjoerd en naar Jan naar Hugo. Daarna gaan we naar daar in de buurt, tussen die bomen door, gaan we naar Jan Baas en daarna gaan we naar Gijs en naar Daal en dan zijn we hier weer. Maar we gaan alles even rondbrengen. Tot zo. Wat heb je gemaakt dan? Wat heb je gemaakt dan? Dat gaan we allemaal even brengen naar de stek 1, stek 2, stek 3, stek 4. Tot zo. Of dat hij dat ding in zijn haan heeft. In zijn haan is het? Dat is de achterkant van de karreproeven. Dan moeten we hier langs. Hier langs. Ja, als de fiets mee wil. En de emmer ook, moet je kijken. Huppakee. Dan zijn we weer op dezelfde plek als de vorige keer. Bij dat hek. Hier is een ander water. En daar is Jan Baas. Dan gaan we hier langs. Dit is stek. Nog wat. Ik weet niet welke stek dit is. Volgens mij is dit stek 3. Hier zit Jan Hugo. Daarna hebben we Jan Baas. Hier ook. Stek 3. Dan gaan we hier langs. Bah, ook een mooie kant hier ook. Stek 2. Dat zijn andere jongens. Kleinere water hier. Anis Lake heet dit hier. Ander water. En hier liep ik vorige keer langs. Om wat mooie beelden te schieten. Om het eiland op te treden. Dus dan weten jullie ook wat daar is. En hoe je daar moet fietsen. Ook mooie natuur hier ook. Is gewoon natuur. Mooie natuur. Smaakt die, Gijs? Ja, dat ga ik. Dit moet een hamburger. Top. Hauke, bedankt hè. Hoe smaakt dat? Lekker, ja. We moeten filmen hè. Een run, jongen, echt waar. Echt. Met Henk en met Hauke zit ik nu. En die krijgen een run. Eindelijk weer een keer. We zitten gezellig even aan het praten. De telefoon zit aan de stroom. Maar wat een run. Hopen dat we hem vangen. Die andere was misgeslagen. Maar hopelijk vangen we deze wel. Hè? Z.
Heerlijk. Wat is dit dan? Cooper. Wat is dit? Een hond in mijn tent. Lijf erin. Ik heb een stuk water gevonden, dat is zo diep. Zo. Even denken hoor. Zo diep. 6 zou ik dan doen. Ik heb een stuk gevonden, dat is zo diep. Bijna 2 meter. Hoe diep? 6 perhaps en... Oh nee, het is 80 centimeter, sorry hè. Ja, ik heb het vergist, ik had weer stukken nog. Kijk jongens. Ik heb gewoon mist. En ik kan onze kant op. Hoe zei jij dat, Auken? Dan koelt het te snel af, hè? Dan krijgen we mist. Dat koelt te snel af. En het water koelt dan te snel af. Heel bijzonder dit. Dat je dat dan zo de mist... ziet verschijnen. Goedemorgen jongens. Het is weer dag. Ik heb mijn stoppen niet vandaag erin gedaan. Dus ik heb lekker geslapen. Dus ik ga nu weer de fiets ophalen bij Henk. Dan ga ik eerst eten. Dus tot zo. Wat heb je daar nou? Spieltje. Oh. Eigenlijk een leder is het, hè, maar... Hij staat ook zo het water in. Man, vannacht graad of 4, 5. En hij zat het water in. Nou, spot on. Mijn hengels zijn er al gelegd met de boot. Met de gekreunste bodies van Bertus de Groene. Alles erin gedaan. En hopen op vis. Alles gekreunst. Dus ik denk dat er wel nu wel wat aankomt. Dus alles allebei op dezelfde stek. Misschien kun je die lijnen wel zien. Recht naar elkaar toe. En daar heb je bijna, nou, ongeveer zoveel. Zat er in de zak. Gekreunst. Ja, het meest gekreunst aan bonus. Dus er komt al wat op af, denk ik. Ik ben net in de douche geweest. Ik zie hier een kooi. Hier een andere kooi, die lijkt er wel op deze, maar het is niet dezelfde. Een mooie spiegel van Timmy. Alles is hier van Timmy bijna. Ook een mooie. Een mooie spiegel scupkarper. En hier zie ik er ook nog eentje zwemmen. Laat hij net los. Mooie kapertjes. Nou, net lekker in de douche geweest. Dat ding is open van 9 tot 5, die douches. Het is nu 10 over 5. Maar ik heb eventjes gezeten bij Jan de Waker. Lucas heet hij. En Jan.
Jan Hakvoort, Jan Hugo. En de wc's zijn 24/7 open. Dus daar kunnen we de hele tijd gaan zitten. En ik ben nu bij mijn tent. En dan moest ik even naar huis toe. Want we gaan nu de gras laten zien. Of nee, dat was gewoon een karper volgens mij. Of was het een gras? Ik weet het niet meer, maar... Gijs die zei, dat is jouw hengel. Want ik moest hem eigenlijk pakken, die hengel. Maar ik pakte hem niet. Want Gijs pakte hem in één keer. Want anders bespelen we hem weer als ik te laat ben. Want ja, die spiegel hebben we verspeeld. Want er zat een spiegel aan de laatste. Maar jammer. Ja, is niks anders doen. Tot zo. Nou, wat gebeurde net dan? Dit is jouw vis, Pieter, jongen. Nee man, het is daar onze vis. De, ik heb een spiegel verspild en jij hem. Pieter, ga zitten, je gaat op de weg die telefoon. Nou, hier zit hem dan. Kijk even met die vis. Want het is een gerecht, hè? Hij kan aardig wuppen soms hoor. Ja. Omdat je die andere had verspild, maar nou deze. Is voor jou. Toch nog een vis in de handen, Pieter? Ja, hey. Nog een vis. Even in de weer halen, de vis. Maar ze rug in hem al. Kijk, zie je dat? Ja, hoor maar, hoor maar. Ja. Mooi. Mooi, Pieter. Dat was hem. Is je of de foto best aan het. Moet je er ook even op houden? Ook voor de nacht. De week zagen we hem al zwemmen, hè, hier. Ja, en we hebben hem nou. De hele week al zien zwemmen. Ik dacht dat hij groter was hoor. In water te zien. Maar hij is wel dikker. Kom maar. Een dubbelrun, Pieter. Een dubbelrun, ja. Ik had een spiegel. Wij hebben hem gezien, Gijs. Zo mega, jongen, wat een megavis. Ja, sowieso een dertiger. Hij ging, hè? Dat is de grote spiegel. Ja, echt een grote spiegel, een dertiger. Was echt een hele dikke. Nu zitten ze nog hoger, jongens. Dames en heren. Kunnen we nog beter zien als het beet is en als we stoppen gaan bewegen. Op zo. Hij heeft erin. Hij heeft erin. Die hond heeft een rat, kijk je? Goed zo, goed zo. Braaf. Pak hem en pak hem. Die moeten wij hier niet hebben. Er gaat ook een politie, jongens. Horen jullie dat? Zo wordt de politie in België. Wat is dat voor taal, Gijs? Drent. Ik doe het nou. Ach, maar jongens. Maar ik heb liever dode vriezen. Wat niet, Pieter? Dit is Henk. Oh. Maar ga je dat nog allemaal luisteren dan? Ja, ik luister dit zo'n beetje af. Ik weet niet wat het waren, maar dat was het. Platproten en Friesen en weet ik veel wat, maar die ben ook op deze zender, denk ik. Ja, dat denk ik, ja. Ik hoor de zat, maar ik denk nog niet echt wat ze zeiden, man. Ik denk dat Friesen waren of zo, of Trent, ik weet het niet. Wat een voorgrap, ik. Oh, no! Maar dat waren ze weer, denk ik, of niet? Sorry, nog een keer? Nou, dat waren ze, denk ik, weer. Ik hoorde ze weer. Ja, ik denk het ja. Ik denk dat hun er waren, ja. Ik denk dat dat de baker is, denk ik. Hé, godverdomme, daar gaan we van mijn hendra, potverdomme. Ben het die bellen, denk ik, hier of zo? Ik weet niet wie dat zijn, maar we gaan er niet af. Ze verrekken maar. Had je lang wat opgedaan bij de dogger, af? Wij hebben nou een rondje voor. Wij zullen zo op u gaan stomen en dan zullen wij weer vat.
genoeg, jongens. Ah, we hadden een heel veel 70.000, een heel 50.000, gaan ze jullie. Ik kan er heel 20 van, hoeveel had jullie eruit dan? Ik had al direct gezegd, je moet er mij ook zo'n ding geven, maar ja. Dan is er een te weinig mee. Maar ja, volgend jaar beter. Ik ben er allemaal zo'n ding, dan is het een beetje merk en een beetje door. Maar wij zullen er nou even een paar tongetjes op leggen en van de dogger af en je bent een lekker ding. Dan gaan wij nou even bakken, weet je niet. Dit is al een beetje duur. De Westerbeek. Die hadden we broer kunnen wezen. Ik mag je wel. Oh man. Had je nou nog een paar visjes in de grote zwengel dan? Dat je nou die over kunnen zetten in de kleine of wil ik wat doen? Nou, ik zal zo even langer komen met een tup en dan zal ik zeggen. Hij zit niet op deze zender, maar ik bel hem wel even op zo. Oula. Oula. Oké, nou. Oula. Maar als je niet zo naar deze zender, je weet zelf hoe die shit werkt. Waarom worden we nou op onze zender dan? Voor oele en Turken en zo. Ik denk dat hier ook een paar die Turken aan het water zitten, ja. Die voor ook wel. Misschien moeten wij even overschakelen naar een andere zender. Oh, ik denk dat ze zo wel weg gaan doen. Frank de Boer, is die? Nee, dat vind ik niet. Ik weet niet hoe die shit werkt. Pieter Visser, Carapfishing is in de building. Welke building dan, Maas? Dat jullie geen building hebben, wij hebben hier een mega building. Een Oxcamo Tarp, dat is onze building. Onze building is een Oxcamo Tarp. Ik herhaal, onze building is een Oxcamo Tarp. Dat is een knap building. Ik herhaal een knap building. Nummer 11. Nummer 11! Cooper? Hé? Hey? Ja, kom eens hier. Wat is er met de beest? Hé? Hey? Wat vind je lekker? Ga zitten. Ja. Braaf. Het is een brave hond. Och, gochies. Wat is dat allemaal? Hé? Hey, wat is dat allemaal? Hé? Hey? Al die eentjes. Hé? Hey? Dat vind jij wel lekker, hè? Ja. Ja. Tjonge jongen, echt gewoon. Afgelopen dagen en een keer, we hebben vaak super gejumpt. Er blijft niks meer over voor die klanten. Dat was beter juist, wat beter. Dan wordt die overheid wil toch dat die mensen zonder leven. Die zak chips eet, blijft er minder over voor de rest van de bevolking. Beter gezonder voor hun, snap je? Maar je bent nu opeens een ambtenaar ofzo. Thank you.
Hey Douwe, wat is dit je doen? Kip. Lekker. Kip gewoon maar. Wat een ding. Lekker. Nice. Even draaien, Pieter. Hey. Even draaien. Even overeind. Pieter, Pieter, car, Pieter. Ik ga dat meegaan. Nou. En wat is je gevoel daarbij? Allee. Oh, wat mooi. Hey, Pieter. Ja. Krijg je een olifant in de koekhuis? Nou? Oh, een grote koelkast. Om hem kleiner te maken. Je laat eerst die olie eruit lopen. En dan doe je die hand erin. De olie eruit lopen en de hand erin. Dat bedoel je. Ja. Hoe kreeg je een giraf in de koelkast? Nou, ik weet het niet. Hoe krijg je een tijger in de koelkast? Dutje open, giraf eruit en de tijger er weer in. Ja, dat doet je meteen. Er is een vies. Alle dieren binnen een hutte nodig, maar één dier is er niet. Welk dier is dat? Nou, de tijger. Want die zit nog in de koelkast. Dat is een goeie. 10 olifanten proberen om een paraplu te krijgen. Ja? Toch worden ze niet gaan. Hoe kan dat? Jouw vermoeden? Een feestdier. De tijger. Want die zit nog in de koelkast. Dat is een goeie. Maar vertel even met dat regen. Die olifant in de regen. Dat die paraplu onder de paraplu zit. Ja. 10 olifanten proberen onder de paraplu te krijgen. Ja? Toch worden ze niet nat. Hoe kan dat? Dat het regent niet. Het regent niet. Ja, maar je zegt net 10 olifanten proberen in het
onder een paraplu te kruipen. Ja. Want je zegt toch dat het al regent? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, toch worden ze niet nat. Oh, zo ja. Ja. Omdat het niet regent. Wat zegt hij? Zon denk ik wel normaal. Een dikke bak, jongens. Maar ook een dikke bak. Dat zeg je? Ik loop elke week hard, hè. Oh, Henk, jongens. Het voelt hem niet, man. Kijk die boot. Kom op, Henk. Hij heeft hem. Lekker, Henk. Ja! Groot. Netjes, hoor. Nou, ik zit niet gaan binnen. 24 cent, ja. Leuk, hoor. Netjes. Kijkers, een uur of half twee. Ongelofelijke run op de linkerstok. Ja. Echt, dat was echt tututrr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 
niet. Maar ik haal de eerste recht op. En wat was dus de linker, want er ging er nog een keer vandoor. Dus ik dacht, dit is die linker. Dus ik de linker ophaal. Henk was er eerder dan Gijs. Dus ik met Henk in het water. Met de boot natuurlijk, dus de boot in het water. Op de boot, in het midden van het meer. Allemaal lijnen onder mijn lijnen door en op boven de lijnen door en op mijn lijnen en onder mijn lijnen. Dus ik had drie lijnen in mijn andere lijn waar ik zat te drillen. Maar het lijkt wel dat hij het weet of zo, ik weet het niet. Het is echt ongelooflijk. Dus misgeslagen. En toen moest ik kijken wat de schade was. In mijn tent, want er was een wat omgevallen, maar mijn telefoon was omgevallen. Maar ik ben nog steeds vloggen natuurlijk. Maar als mijn telefoon niet meer deed, dan... ik ben natuurlijk geen vlogger meer eventjes, maar... ja. Kijk, hij gaat weer af. Hier. Dit. Die net ook al. Een minuut geleden. Dit. Dus misschien... Komt er dan daar nog wel wat aan? De derde mis. Jammer. Zit niet altijd mee. Nou, Gijs, wat gaan we doen? Nou, even een keer wat anders uitproberen. Kijk, die kleine hippopuppies, kleine haakje, klein loodje erop. Je ziet hoe dat staat in het water. Nou, ik denk dat wel. Ik denk het ook wel. Is perfect. Die ga ik even voor jou komen. Ja, top. Met de boot. Die ziet er echt mooi uit. Mm-hmm. Ik ga dit ook doen. Ik heb deze plan. Moet je even iets vragen aan Henk? Want Henk heeft ook de roze nut bij hem.
Dat deed je hier in je aan in die houden. Dikke grijskarpen. Nou, de boot heeft gepakt. Staat op wieltjes, dus je kunt hem zo op de straat meenemen. Had even voor apart, want die boot die is even verder op gevaren, maar hij heeft hem nog. Kijk, hij heeft hem nog. Wat doe jij, Henk? Wat doe jij, Henk? Wat doe jij? Ja, een beetje grillen. Kromme stokken niet te stoppen, zeggen ze altijd. Ja, dat zeg ik toch, 10 kilo? Ja, 11 kilo is. Oh. Mooi. En nu vaar ik in één keer op het meer. Om mijn eigen stek toe te varen. Nou ja, ik zit hier ook wel lekker. Alleen, die run moet ik wel traceren natuurlijk. Dus ik ga wel op die kant. Maar deze zit los. Kijk. En dan is het moeilijk roeien. Maar ja. Acteren en doorgaan. Kijkers, we gaan even een interview doen met de beheerder van dit water. En nu heb ik een paar vragen. Ik denk dat een stuk of 12 die we kunnen stellen aan Timmy. Hoe en wanneer heb je besloten om de karpenroeven te beginnen? Goeie vraag. 10 jaar geleden ben ik begonnen met dit karperwater. En daarvoor kwam ik hier al 5 jaar vissen en ik vond het echt een super mooi water, maar er was geen beheer op deze domein. Dus stoute schoenen aangetrokken, naar de eigenaar gegaan, kijken dat hij er vanaf wou. En 10 jaar geleden ben ik met de zaak begonnen. Eerst 2 jaar ben ik dichtgebleven, heb ik alles netjes gemaakt, stekken aangelegd, want er waren natuurlijk alle stekken die er nu zijn onder het water, die waren er helemaal niet. Dus die heb ik allemaal aangelegd en dan ben ik begonnen met 2 waters. En dat was Timmy's Lake en Tinnis Lake. Oké. Hoe lang ben je in het bezit van dit water? Nou, dat hebben we net. Ja, dat heb ik al vermeld. Ja. 10 jaar. Wat zijn een beetje de gewichten van de karpers die je kan vangen hier? Ja, het hangt af van welk water je eigenlijk zit.
Maar op Timmy's Lake is nu 1 op de 3 karpers boven de 15 kilo. Ja, dat gaan jullie zelf ook kunnen tonen aan de kijkers. Wat jullie vangsten waren boven het gemiddelde. Dat ben ik heel leuk. Maar Timmy's Lake is nu wel het gewicht echt wel heel goed. Dus ik heb al 11 vissen zwemmen boven de 20 kilo. En 1/3 van het bestand is boven de 15 kilo. Oké. Wat zijn jouw topvissen van dit water? De topvissen op Timmy's Lake, die is een schub. Die is de laatste keer gevangen geweest op 26,8. Die was 1,23 meter, echt een gigantisch grote schub. Maar die is nu al 3 jaar niet meer gevangen geweest. En de topvis die er nu rondzwemt, buiten die vis, hebben ze jongens op de Vipstek even gevangen. Die schub van 24 kilo. Ja. Dat is nu eigenlijk de topschub die er elk jaar uitkomt. Oké. Hoe zie je de toekomst van dit water? Wat ga je er allemaal nog aan doen? Goeie vraag. Ik ben 10 jaar geleden begonnen met 2 waters. Ik heb er nu al 7. Wat ga ik er allemaal nog aan doen? Het hangt even een beetje af van de vraag van de klant. Momenteel zijn er 8 stekken op Timmy's Lake. Dat kan zijn dat ik de prijs een beetje ga veranderen en dat er minder stekken gaan komen. Of dat er ook op andere waters hier nog een paar huisjes komen bijstaan. Maar concreet heb ik niet direct plannen voor de eerste 2 jaar nog grote veranderingen aan te brengen. Oké. Wat adviseer je de kijkers die hier ook graag willen gaan vissen? Nu, het belangrijkste is, ik werk samen met de karrespecialist. Dat is de boekingsagent. Dus je kunt niet rechtstreeks naar hier boeken bij mij, maar je moet het doen via de karrespecialist. Bekijk de reviews. Dat is het eerlijkste. Het zijn klanten die hier geweest zijn, die hun belevenissen laten zien wat ze zelf vonden van dit water of van een van de waters. En luister naar de tips die we elke week komen brengen aan het water. Ja, want je hebt een... Ik heb een B-lift, Nico. En die komt bij elke stek de dag na aankomst een workshop houden over hoe ik zelf zou vissen op dat water. Oké, en hoe ben je erachter gekomen om die in te huren? Hoe ben ik erbij gekomen? Nico was sowieso al een vaste klant hier die meerdere keren per jaar kwam. Dus had altijd ook topsessies, was een heel goede visser. En door zijn ziekte mocht hij niet meer gaan werken. En die zoekte toch wel iets om bezig te blijven. En ik heb gevraagd van, doe eens even een workshop naar mij toe, laat eens zien wat je kunt. En die kerel komt zo relaxed en zo professioneel over, dat ik gezegd heb van, ja, als je dat vrijwillig wilt doen, mag je altijd hier op de karpenhoeve dat komen doen. Een mooi job voor hem. Ja, zeker weten. Hoeveel wateren heb je nu op de karpenhoeve? Nou, dat heb ik net ook gevraagd. Ja. Hoe ben je op de namen gekomen van de visvijvers van de karperhoeve? Nou, er zijn 7 waters op de karperhoeve en ze hebben allemaal een naam gekregen van een familielid van mijn gezin. Ja. Timmy's Lake ben ik, Tinne is mijn ex-vrouw, Renens is mijn jongste zoon, Gio is van Kenjiro is mijn oudste zoon, Annie's is mijn moeder, Jeff's is mijn vader en Cooper's, dat is hond, dat is mijn hond. Oké, mooi. Mooi om die te benoemen aan je vijvers. Ja. Ik heb gezien dat je veel last hebt van wiergroei. Heeft dat iets te maken dat er nu allemaal zakken liggen op de stek? Ja, wiergroei heb ik zelf niet zo heel veel problemen mee, maar veel van mijn klanten vinden het toch best moeilijk om er een karper uit te halen. En we zijn nu bezig met wierbehandelingen aan het water te geven, zodat het wier verminderd wordt op de Timmy's Lake. Maar het is helemaal niet de bedoeling dat het een wiervrije vijver gaat worden. Het is wel de bedoeling dat de moeilijkheidsgraad van Timmy's Lake een beetje hoger ligt als de andere waters. Ja. En dat er toch wel wat wier in de vijver blijft staan. Ja, het moet wel een uitdaging zijn. Het moet een uitdaging blijven. Ja. Ik zie dat je elke dag langs rijdt met je auto met lekker eten. Is dat ook een optie? Ja. Je kunt, als je hier bij de karspecialist een stek boekt van, op mijn domein, dan kun je bij aankomst aangeven dat je graag de eetservice bij wilt.
En het menu staat op de website van de kernspecialist. Wat je hier allemaal kunt eten, het zijn elke dagen andere maaltijden. Maar elke maandag wordt hetzelfde eten gemaakt, elke dinsdag wordt hetzelfde eten gemaakt. Maar dat kun je er gewoon bij boeken. Oké. Okay. Ja. Ook, ik heb een shop bij in de, aan de aankomstplaats. Dus ik heb alles van Corda, ik heb alles van Nash, van Entekkel. Particles ben je verplicht om hier aan te kopen, mag je niet zelf bij hebben. Ja. Maar alles is in voorraad, vooraan in de kantine. Oké. Goed dat je het zegt. Wat is het gemiddelde aantal vissen wat er in een week in Timmins Lake wordt gevangen? Laten we zeggen, op een hele week, dan zit het gemiddelde op 20 vissen. Dus dat wil zeggen dat er dan in totaal 32 vissers geweest zijn. He, want het is 2 keer 16 vissen, mensen die kunnen komen vissen op Timmins Lake. Mm-hmm. En het gemiddelde ligt op 20 vissen. Dus niet iedereen gaat naar huis met vis. En ja, sommige mensen, zoals jullie team, die hebben het super goed gedaan. En die gaan dan naar huis met echt wel wat extra vis. Ja. Maar laten we zeggen dat elke week iemand toch wat met een blank naar huis gaat hier op Timmins Lake. Ja. Maar wij zitten nu hier een week. Ja. Maar je kunt hier ook een nacht boeken. Nee, niet? Een nacht kun je niet boeken. Je kunt hier boeken van vrijdag tot maandag of van maandag tot vrijdag. Dus een midweek of een weekend of een volledige week. Oké. Maar je kunt hier ook 2 of 3 weken gaan zitten. Zolang als je wilt, ja. Oké. En de laatste vraag, maar niet de minste. Was de grillworst en de kibbeling ook nog lekker? Ja, jullie hebben mijn wereldwiel verruimd. Want de kibbeling die ik deze week heb mogen proeven van jullie, die vond ik ongelooflijk lekker. Misschien wel een van de beste die ik ooit gegeten heb. En de grillworst, ja, ik ben zelf ook heel veel bezig met barbecuen. En die grillworst die ik heb mogen proeven van jullie, ja, dat was toch een level hoger dan wat ik zelf kan barbecuen. Dus ik was echt aangenaam verrast. Oké. Nou, hartstikke bedankt. Ja. En hartstikke bedankt voor je tijd om deze interview mogelijk te maken. Als ik meer info kan geven naar de klanten toe, altijd heel graag. Oké. Nou, veel succes met alle wateren die hier zitten. Ja, dankjewel. En laten we jullie nog een mooie paar visjes kunnen vangen. Ja. Ja, wat foto's erbij opzetten. Ja, is goed. Top. Hoi. Kijkers, dat is als de interview. Andere vragen van... 2 vragen nog, die heb ik losgesteld van de video. Dat was een vraag van mij, hoeveel kooi zitten hierin, in deze vijver, bij Timmins Lake. Dat zijn er 12, nee, wat zei die? 7 kooi's, waarvan er binnen een jaar 2 kooi's worden gevangen. Er zitten hier 70% spiegel. Een 30% scup en volgens mij was dat wel een beetje die 2 vragen die ik los van de video heb gesteld. Dus dat is er allemaal mogelijk en dit is er gedaan aan deze meren die hier zijn. Nou, we gaan iets bijzonders doen en dan gaan we dat aan het douwen vragen. Wat gaan we doen douwen? We gaan GO2 hier in het water gooien voor de bestrijding van het wier. Er zit hier heel veel wier in het water en de pH-waarde willen ze de lucht inhalen. Ja. Waardoor het wier gaat afsterven. En dat zijn allemaal zakken van 25 kilo, die zetten we in de boot en dan gaan we strooien. En Pieter die gaat me even helpen. Ja, ik ga even eventjes helpen. Dan gaan we zorgen dat de volgende vissers hier al een beetje wiervrij kunnen vissen. Ja. Dus we gaan de spullen in de boot zetten, Piet. Ja, top. We gaan, ik heb daar een boot staan met een schep. En Daal heeft hier een boot staan met een motortje. Nou, ik denk niet dat we dat gaan gebruiken, die motor. Maar tot zo. Net lekker in de loop geweest. Ik hoop dat
daar filmpjes gemaakt of video's heb gemaakt. Of foto's dat jullie gezien hebben dat we het even gegooid, hoe we dat gegooid hebben. Dat was heel veel moeite. Kapot ben ik. Maar lekker gedoucht. Lekker schoon weer. Tot zo bij een vis hoop ik. Lekker, doe het! Je past er zo tussen, Douwe. Je past er zo tussen. Durf in de bol. Ook is al even een wraak niet meer. We hebben een mooie vis. In de regen. Het is de laatste dag. Misschien is dit wel de laatste. Ja, vind je mooi? Ja, echt mooi. Kijk, hier is Cooper. Hé, Cooper? Dat is de hond van de karaproeven. Die hoort er helemaal bij. Hé, Cooper? Hé? Ja. Wat heb je gedaan dan? Hé, hey. Helemaal nat is die. Als je op de karaproeven bent, dan komt Cooper bijna elke dag wel langs. Deze zakken, die hebben jullie al gezien. Die hebben we daar verderop bij de boot al neer ingezet. Dus dan kunnen we dat stuk ook doen. En daar liggen er ook weer achter. Liggen er ook weer zakken. En daarachter liggen zakken. En hier en daar nog. En dan zijn we zo klaar met die zakken te legen. En dan gaan we op huis houden. Maar misschien kunnen we nog wel vangen. Gijs en Daal hebben er ook heen, een dikke spiegel. Dus
waarom ik net onder deze slaapzak stond. Misschien stond er wat, zat er wat onder. Bolienaalden, wat drinken of zo. Dan was je dat kwijt. En een paar dagen niet naar omgekeken. En dan wat dacht dat dan? Dan ligt het onder je stretcher. Dat heb ik vaak genoeg gehad. Tenten ook zo opruimen. Maar dat doen we na dat we dit hebben neergelegd. Maar deze tent is helemaal nat. We doen eerst eventjes zo. Dat het water een beetje eraf loopt. En dan laten we drogen. Nog een handdoek eronder. Van boven naar beneden werken. Helemaal zeiknat hier ook. Dit is mijn overwrap. Op een andere tent. Op mijn tent is dit. Helemaal zeik. Nou, hopen dat het een beetje kan drogen. Dan doe ik het in huis een beetje nog laten drogen. Dan zet ik hem helemaal weer op. En als je dat niet doet, een paar dagen laat staan weer. Weer erin en dan moet je weggooien. Dat is hartstikke zonde van je tent. Want je wil er nog maar een paar jaar mee overweg als je weer een paar nachten gaat. Deze rig hebben we het meeste gevangen. Altijd hier op doen de haak, niet op je oog, want dan kan het beschadigen en dan kan je lijn, als die er overheen gaat, kan het ook beschadigen en dat is zonde. Dus deze oog er niet op, met je haak erop, alleen hierop. Want hier is hij voor. Want anders gaat hij beschadigen. Weten jullie dat ook weer? Kijk even, hè. Dan hebben we Pieter de karrevisser. Die doet even het wier bemesten. Strooi, Pieter.
De Dekselse Pieter Visser Carfishing. Kijken. Alsof we wat vergeten zijn. Want we zijn klaar. Met de hele Timmy's Lake vol te gooien met die korrels. En nu ga ik nog eventjes naar mijn steak toe. Als ik niet vergeten ben. Want dat moet je altijd doen. Als je gevist hebt. Dat is echt hartstikke zonde als je het niet hebt gedaan. Je kan zo achter, wat achtergelaten zijn. En het zou echt zonde zijn dat we dat hebben vergeten. Volgens mij heb ik alles. Hoi, hè? Beste! Hè? Lekker, man! Netjes, hoor! De beste! Hoi! Bedankt, ja, even met de linkerhand. En jij die hebt het oran pas, hè? Ja, ik heb het al gedaan. Ah, ja, dat klopt. En bedankt voor je interview en dat we weer mochten vissen. Graag gedaan. Jullie zijn altijd meer als welkom. Top. Okay. Absoluut. Douwe, bedankt, hè. Ja. Gijs, of eerst een middenvinger natuurlijk. En Auken, bedankt, hè. Gijs! Bedankt, hè, voor deze week. Was leuk, hè? Want door Gijs ben ik meegegaan. Bedankt, hè? Dat je met ons meeging, Pieter. Ja, en bedankt dat jij mocht. En volgende keer? Visies. Gaan we weer mee, hè? Ja, is weer leuk. Oké. Nou, het beste? Het beste. Van Gijs. We gaan zo weer verder bij Henk. Want Henk, ik moet ook eventjes nog zeggen dat we het hartstikke leuk vonden. Henk, ja. Hoe hebben wij het gehad? Nou, ik heb een super weekje gehad. Absoluut. Zeg hoor. Lekker gevangen, hoor. Zeg hoor. Nou, top. Ja, toch? Jij zelf ook? Ja, zeker. Ja? Toch wel visjes kunnen landen, toch? Een stuk of vier zijn bij mij op de steek gegaan. Ja. En een stuk of drie, vier ja, gelost. Ja, dat is jammer. Ah, je zit ook met dat bier en zo, hè? Ja. Ik vond het al leuk dat ik erbij mocht zijn. Ja, tuurlijk. En dat ik de anderen mocht filmen. Op naar de volgende sessie. Ja, top. Nu een grote Decathlon in. Dan gaan we nog eventjes koekeloeren. En dan gaan we daarna op huis aan. Misschien laat ik nog wat zien. Mooi, grote doelen. Een rubberbootje. Max 100 kilo. Er zitten heel veel spullen. Hele mooie dingen hier ook. Doe nog eens, Henk! Henk! Is dat mooi? Henk, ik heb een mooie band met deze banden. Oh, dat schept toch wel een band. Ja, dat schept toch een band. Boy, yo, wat een ding, mies. Wat een Decathlon. Als je een shirt wil kopen, moet je deze aantrekken. Ja, maar dan koop ik een extra small, die lekker strak omheen zit. Mooi shirt, weet je wel. Ja, hoe hard kunnen ze, denk je? Het is een, 25 km per uur.
En deze? Liever ook 25 km per uur. Remkracht? Nee, deze gaat de kant tot 25 km. Oh. Nee. Top. Wat een top ding. Kijk jongens. Hardloopbanden. Dat is wel top dit hoor. Hoppa. Allemaal training dingen. Deze wil ik hebben. Die wil ik ook al op te hangen. Allemaal fitness dingen. Nou dat nou. Oei, jut. Wat een spelletje. Wat een spelletje wel. Jij had nog vishengels. Hele lange. En die toeter, die titoer. Mooie ding. Allemaal van die. Hier ook nog allemaal spullen. De jachtartikelen. €3. Hoe kom je daar nou weer aan? Nee, die moet doos even mee. Hoe kom je daar nou weer aan? Werkschoenen. Het werkt niet. Maat 46. Zo. Hey, schrok je niet, Henk? Schrok je niet hier ook? De spiegel. Dit is een miljoen biljart. Dat bestaat niet hoor. Hey, ook een mooi ding. Wat een money. Dalla belja. Van die nou, even een spelletje doen. Niks met een spel te maken. Jawel, grapje. Grapje dan. Het is wel leuk. Wat een tent. Ik moet het doel in je leven hebben. In de cruising. Dan gaan we daar ook nog heen. Dat kan nooit. Dat geloof ik niet. Dan bedacht je er nog hier met tussen. Dat is donder. Nee, je moet nog opgestolen en eruit tussen. Sick, hè? Een beetje apart. Donderen. Ik ga je op. Port voor degen. Zie die put. Er staat even schut. Kijk eens. We zitten weer in de camper. We zitten op de snelweg van Nederland. We zijn Nederland weer in en we zijn België weer uit. We gaan nog even naar de Mac om
wat te gaan eten. En dan sluit ik hier de video mee af. Abonneer en like als je dat nog niet hebt gedaan. Tik het belletje even aan hieronder in de video. Zeg even een reactie wat je van deze video vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Tot ziens. Abonneer je ook eventjes op Pieter Visser FIFA ZI21 en natuurlijk dan ook op Pieter Visser Carp Fishing.